Het is de laatste raadsvergadering in Almelo van het jaar 2023. Wij vragen de raadsleden hoe ze terugkijken op dit politieke jaar. Marieke van Doorn, 2023 was een jaar waarin... heel veel gebeurd is. Heel veel, zowel persoonlijk als ook voor Almelo, als ook voor het land. En ja, waarin we toch terug kunnen kijken op een aantal zaken waarvan je niet blij wordt. En op een ander aantal zaken waarvan je denkt, nou, dat is wel mooi gelukt. Kunt u misschien een voorbeeld geven? Van wat niet gelukt is, dat ik zelf een ongeluk heb gehad en 3 maanden uit de running was met een gebroken been. En wat ook niet gelukt is, is natuurlijk, ik ben toch wat teleurgesteld in de uitslag van de verkiezingen, van de landelijke verkiezingen. Maar wat wel heel mooi is, is bijvoorbeeld dat we Almelo op de kaart hebben gezet. Dat Almelo, dat er heel veel gebeurd is in Almelo, heel veel goede dingen. Kijk naar de markt, kijk naar de... Nou ja, het buitengebied is gewoon heel mooi. Almelo is gewoon heel mooi. En landelijk, ja, ik zit natuurlijk zelf in de VNG-commissie, raadsleden en G4's. En daar zijn we ook heel erg hard bezig. En daar gaan we nu heel hard werken aan bijvoorbeeld integriteit. Wat een heel boeiend en belangrijk onderwerp is, ook voor het komende jaar. Dank u wel. Graag gedaan. Isra Abdulatief, wat voor politiek jaar was 2023? Nou, het was een goede politiek jaar 2023. We hebben echt een fantastisch waarnemende burgemeester gekregen. En daar zijn we heel erg blij mee. Waarom is mevrouw Van het Veld, want daar doel je op, zo goed? Ja, Mirjam van het Veld, ze is goed. Ze laat het gewoon toe dat debat, de echt debat komt van de grond. Ze is verbindend. Ze heeft wel begrip voor de raad. En dat vind ik heel goed. Wat ze doet. Dank u wel. Dank u wel. Nou, voor de PVV was 2023 het allergrootste succes tot nu toe. En ik hoop de eerste van nog velen die nog gaan komen. Wat doet het enorme succes van de PVV jou persoonlijk? Nou, het maakt me wel trots en het maakt me ook hoopvol voor het land. Mij persoonlijk raakt het niet direct, weet je. Ik zit hier in de gemeenteraad. Landelijk beleid dat we naar verwachting gaat veranderen, gaan wij wel mee te maken krijgen. En dat stemt hoopvol. Dus ik ben positief. Ik ben een positief mens. Hoe groot is de kans dat er volgend jaar een kabinet komt met daarin de PVV? Durf ik geen uitspraak over te doen. Dank u wel. Alsjeblieft. Nou, voor mij was het een bijzonder jaar, bewogen jaar. Ik zit in een heel leuk team. De CDA's in Almelo zijn echt een fijn team om mee samen te werken. Ja, en voor mij persoonlijk, ik ben natuurlijk fractievoorzitter geworden. En dat is wel iets wat ik heel erg leuk vind. En daar ben ik heel erg dankbaar voor in 2023. Wat ga je volgend jaar als fractievoorzitter doen? Oh, een heleboel. Wij gaan natuurlijk politiek gezien gaan we onze achterban getrouw weer bedienen. En concrete dingen zou ik zo niet kunnen noemen, maar we gaan weer heel druk aan de slag. Dankjewel. Graag gedaan. Een heel bijzonder jaar, want ik heb de afgelopen maanden deel mogen uitmaken van de Tweede Kamer. Dat was heel eervol en ontzettend dankbaar om mee te mogen maken. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja, je zit daar in het politieke hart van Nederland. Dat je daar deel van uit mag maken, ja, dat was voor mij echt geweldig. Voor herhaling vatbaar? Op dit moment niet. Ik richt mij nu weer volledig op Almelo. Dank u wel. Hele fijne feestdagen gewenst. Hetzelfde. Dank u wel. Politiek Almelo in 2023. Was wederom een fantastisch mooi jaar. En laten we eerlijk zijn dat we in Almelo in het politieke geweld wat er is geweest met de landelijke verkiezingen, hebben het lokaal met elkaar hartstikke goed gedaan. Maar Almelo heeft zich op de kaart gezet. We kunnen investeren in de stad. We zijn op dit moment nog steeds financieel gezond. Toekomstperspectief is wat minder, maar daar gaan we met elkaar aan werken. We zien bij elkaar natuurlijk een fantastisch mooi zwembad hier verrijzen, waar we natuurlijk als Democraten nu ons knetterhard voor in hebben gezet en dat doel ook hebben bereikt. Ik denk dat wij hier in Almelo nog steeds kunnen zeggen dat we een van de mooiste steden zijn uit Twente. En daar hebben we met elkaar in de politiek hard voor gewerkt. Dank u wel. Geen dank. En? Keurig. Ja. En? Prettige feestdagen. Hetzelfde voor u. Dank je wel. Feestdagen ingaat op zijn plaats. Dus de kerstman die net zo'n attentie voor haar.
En dan daarmee besluiten wij deze raadsvergadering. Met een uitzondering van een paar partijen natuurlijk, hè. De VVD wat een beetje instabiel is natuurlijk in Almelo, maar goed, dat is een kwestie van tijd. Dat ligt natuurlijk ook wel een beetje aan de fractievoorzitter van de VVD. Was wederom een fantastisch mooi jaar. En laten we eerlijk zijn dat wij in Almelo in het natuurlijk het politieke geweld wat er is geweest met de landelijke verkiezingen, hebben het lokaal met elkaar hartstikke goed gedaan. Met een uitzondering van een paar partijen natuurlijk. Hè. De VVD wat een beetje instabiel is natuurlijk in Almelo. Maar goed, dat is een kwestie van tijd. Dat ligt natuurlijk ook wel een beetje aan de fractievoorzitter van de VVD. Maar Almelo heeft zich op de kaart gezet. Dankjewel. Ik stond achter hem. Achter jou. Ja.